Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Tony Media. Johan Cruijff. En de goal van Vlaanderen. De vrije trap is voor Hansen. Ja! Hansen met de hak! Dames en heren, hij is sinds 1994 bij PSV. Ronald Koeman! Dat was even de misser. Ronald Waterer! Hallo allemaal en welkom bij het Eredivisie Erfgoed Elftal. De podcastserie waarin wij, de vier jongens van de derde helft, het allervetste Eredivisie Elftal ooit aan het scouten zijn. Waarna de beleidsbepalers dat ze de luisteraars en volgers bepalen hoe de basis eruit gaat zien van dit elftal. We zijn inmiddels aanbeland bij de aanvallende middenvelder. We spelen 1-4-3-3, verdedigende middenvelder en middenvelders centraal zijn geweest. En vandaag is het mijn beurt, Gijs, om als eerste een aanvallende middenvelder te scouten voor het Eredivisie Erfgoed Elftal. Goed, zoals altijd beginnen met het scoutersrapport dat ik hier voor me heb liggen. De titel van het scoutersrapport luidt niet de auto. En Snijbel weet het al. Kesko Honda. I am not the car. Not the car. Oh, wat vet zeg. Het spelerspaspoort van Kesko Honda met dubbel E. Kesko is het eigenlijk. Ja, Kesko Honda. Dat is Limburgs toch? Ja, Kesko. Kesko. Ja, Kesko. Met de auto. Kesko Honda. Spelerspaspoort. Nagoya Grampus. VVV Venlo. CSKA Moskou, AC Milan, Pachuca, Melbourne Victory, Vitesse, Botafogo, Neftchi Baku en FK Suduva. Echt FIFA-carrière. Nee, maar het is alsof je gewoon op een soort randomizer van clubs op de hele wereld drukt. Ja. Vitesse ook nog. Ja. Dat die nog, jeetje. Dan kom ik zo terug. Goed. Kesko Honda had voorspellende gaven. Op zijn 12e schreef hij namelijk een essay op school. En in die essay schreef hij: later als ik groot ben, draag ik het nummer 10 van een Italiaanse topclub. En kent iedereen in de wereld mij, want ik heb op een WK gespeeld. Prima. Heel specifiek. Uitgekomen. Hij heeft 3 WK's gespeeld en is nummer 10 geweest van AC Milan. Nadat ik bij de Cool doorgebroken was. Ja. Uiteindelijk Nefty Baciu en Vitesse. Waar ik dan zei, ik ben geen auto. In 2005 maakte hij zijn debuut voor Nagoya Grampus. Ja. Wat ironisch genoeg de bedrijfsclub was van automerk Toyota. Sef Vergozen, hoofdtrainer. Oh, ja, tuurlijk. Ja, van de Goya Grampus. En diezelfde Sef Vergozen. Ja, hoe kan je nou vergeten inderdaad. Diezelfde Sef Vergozen raadde hem aan bij VVV uiteindelijk. Dus dat is de reden, de link waarom Kesko Honda bij VVV is. Samen met Maya, toch? Maya Yoshida? Niet erbij. Nee, die kwam niet erbij, geloof ik. Die kwam later. Not to be. Nee. Oh, Maya erbij. Zo. Ik dacht Maya Yoshida. Ik zit veel te veel in de materie. In 2008, was 21 jaar, kwam hij naar VV en dus de Super League. En bij zijn aankondiging, persconferentie was: I'm Honda and I'm not the car. Was zijn hij zei ongelooflijk veel Japanse journalisten ook bij die presentatie. Zeker, heel altijd, veel. Ja. En hij zei altijd dat hij een tolk nodig had. En dat is dus heel mooi. Dat zogenaamd geen. En kwam Sef Vergoos tegen. En in bijna vloeiend Engels ging hij in gesprek met Sef aan. Terwijl hij toch een tolk had. En de reden is: de Japanners vinden het heel erg om ergens een fout in te gaan. In het openbaar. Dus hij had in het openbaar graag een tolk erbij. Deed hij alles in het Japans. Die ging dat vertalen. Maar zodra hij een bekende 1-op-1 tegenkwam, kon hij ineens perfect Engels. In het begin was het eigenlijk een publiciteitsstunt van VVV. Door Japanse spelers te halen. Omdat ze graag de merchandise wilden uitbreiden naar Japan. En meer publiciteit voor VVV. Iemand op de marketingafdeling daar gezegd. Ja. Jongens, weet je wat we op onze roadmap moeten zetten? Heeft iemand wel eens over Japan nagedacht? Ja, weer boos. Maar het was natuurlijk veel meer dan een publiciteitsstunt. Want het was, als je dus ooit een schot in de roos hebt, dan was dit het schot in de roos voor VVV. En Sef Vergozen was dus de link tussen Japan en VVV. Hij twijfelde of Shohei Abe of Honda aan te dragen bij VVV. En uiteindelijk koos hij voor Honda, want Honda was brutaler. Helemaal voor Japanse begrippen. En dat zou dus beter passen in Nederland. Nou goed, hij werd kampioen in de keukenkampioendivisie en de beste speler van die competitie. En in 2009 had hij zelfs een record, Pepijn, voor jou. Door 4 eredivisiewedstrijden achter elkaar scoren voor VVV. De eerste 4. 5 doelpunten zelfs. En Honda Mania barstte echt los. Japanse fanclub werd er opgericht voor VVV. Met als hoogtepunt 200 leden ongeveer. Had hij toen al dat
dat gebleek te halen. Ja, zeker. Dat hij ook kwam. Ja. En hij nam de hordes Japanse journalisten nam hij altijd apart in Venlo om een Japanse persconferentie te beleggen en vragen te beantwoorden. En uitgebreid de tijd te nemen voor de Japanse journalisten tot jaloezie van L1, de Limburgse lokale verslaggever. En toen Honda weer eens een keer scoorde, zei hij, ik probeer het, godver, en dan scoort die blonde homo weer. En dan moet hij later even excuus voor aangeboden. Maar het was zo'n jaloezie dat hij alle tijd nam voor de Japanse pers en niet voor L1. Haalden ze hem als wel echt als voetballer? Of was het meer, maar want het lijkt me ook leuk als je zo'n speler haalde, echt denk, nou, we zetten hem gewoon bij het tweede. Nee, want Sef die had boven die borstel had hij een neus voor talent hangen. Dat was echt niet normaal. Maar hij deed daar ook altijd zijn pen en zijn boekje kon hij daar gewoon zo insteken. Ja, goed. Nou, in 2009 was het zover. De transfer heeft niet heel lang in Venlo gespeeld. Tim. Ging hij voor 10 miljoen naar AC Milan? Nou, dat was de bedoeling. Hij ging naar CSKA. Nee. Hij ging voor 6 miljoen naar CSKA Moskou uiteindelijk. Ja. Zit er nog steeds op 3 miljoen te wachten? Dat weet ik niet precies. Maar dat was bijna net zoveel als de hele begroting van VVV. Dus dat is nog echt een klapper van hier tot Tokio. En saillant detail is... Zeker van hier tot Tokio. De... Onbedoeld zijn ze het leukst. En het mooie, het detail is dat dit de enige transfer-euro's die ooit voor 100 betaald zijn. Voor zo'n grote speler. Ja, voor de rest die allemaal transfervrij weggaan overal. Hij is John Bosman echt meer dan dankbaar. Ja. En hij speelde geweldig bij CSKA. En na een even zo sterk WK waarin hij 2 keer man of the match werd in poolfase van Japan. Werd bijna een transfer naar AC Milan. Die was in 2010. En die transfer kwam er uiteindelijk in 2014. De nummer 10 van AC Milan kreeg hij op de rug. Vet, een vervallen topclub in lang Italië. Hij heeft bij CSKA gespeeld. Ja. Dus de nummer 10 kreeg hij op zijn rug. De voorspellende gaaf van het essay van het 12-jarige jongetje uit Japan was deels uitgekomen. En in 2015, dan ga ik heel even, begon eigenlijk de zaken, het zakelijke imperium van Honda. Gijs, dat is altijd zo mooi. Gewoon echt per jaar. Ik neem het even gewoon logisch mee. Aanhalen door. Hij heeft eigenlijk net zo'n grote reputatie opgebouwd als zakenman inmiddels, anno 2023, als speler. Honda Estilo is zijn bedrijf. En het is gebaseerd op Honda's idealen. Japanners, niet echt creatief. Hè? Althans, zo komen ze over. En zijn de idealen van Honda en het bedrijf is... Everyone has the chance to achieve their dreams with determination and hard work. Inkoppen, mediatrainingen, een beetje saai. Maar goed, hij kocht aandelen in SV Horn, een Oostenrijks voetbalclub in de derde divisie. SV Horn. SV Horn, ja, sorry. Dat is in Oostenrijk. Ik dacht hier gewoon boven allemaal Amsterdam. Maasbrecht Schouten, hoe heet hij? Maasbert Schouten, die zei, niet schikken. Vitesse gaat vanaf nu voor het landskampioenschap. Hij zei ongeveer hetzelfde. SV Horn, we gaan over 5 jaar Champions League spelen. Nou, ik heb even gekeken. 2023 staan ze 12e op het tweede niveau in Oostenrijk. Ze zijn wel 1 keer gepromoveerd. En daar begon de nevenactiviteit. Hij bouwde zijn voetbalcarrière af in Mexico, in Australië. Heel veel in Vitesse. Slutsky haalde hem terug. Dat was echt geniaal. Maar dat was niet zoveel, hè? 4 wedstrijdjes. En toen werd Slutsky ontslagen en moest Honda ook weg. En ook bij Botafogo, dus in 2020. En uiteindelijk ook nog de Azerbeidzjaanse Premier League gewonnen en in Litouw gespeeld. Goed, de voetbalcarrière is klaar. Maar stond allemaal in dat essay, hè? Zijn zakelijke imperium werd alleen maar uitgebreid. Hij heeft inmiddels meer dan 60 voetbalscholen in Japan, Oostenrijk, over de hele wereld. Hij heeft een investeringsfonds begonnen met Will Smith. Voor 100 miljoen zitten ze samen in goede doelen. Maar met ook andere mensen? Of zijn met z'n tweeën? Investeringsfonds. Ik denk 99 miljoen van Will Smith en 1 miljoen van investeringsfondsen in goede doelen. Ja, investeringsfondsen die... zonder winst ook meer. Ze probeert sociale ongelijkheid te verminderen. Nou goed, wel goed idee. Maar Honda werd dus uiteindelijk naar Nederland gebracht vanwege zijn niet-Japanse... Allure. Attitude. Ja, dus hij was brutaal. Ja, hij was een rockster, toch? Hij was een rockster. Ja. Hij had zijn haar mooi geblondeerd. Hij werd op de cover van GQ, wat echt een heel stoer mannenmagazine is, in 2010. Hij had Beckham. Altijd 2 horloges. Dus 1 om elke pols. 1 de Japanse tijd, de andere Europese tijd. Hij droeg zich ook echt als een rockster, maar bovenal een geweldige speler. Ja, een heerlijke voetballer. Vooral. Een geweldig linkerbeen. Die de Eerste Divisie en ook echt de Eredivisie aan gort speelde voor VV Venlo. Ongelooflijk. Weet je wat ik aanvoerder? Hij stond Engels, altijd recht op. Hij speelde recht op. Ja. En dat mooie vind ik manier echt heel mooi.
Niet zoals Van en linkspoot, hè? Nee. Linkspoot en rechtop staan. Ja, maar ik kan me ook echt wel herinneren dat echt Honda Mania was ik zelf ook. Zeker. Elke wedstrijd van VVV was een feest om naar te kijken. Ja. Want die linkerbeen en dat was doelpunten. Ook zoveel beter dan de rest van het team. Zat je daar met je gebleekte haar? Ja. Maar dat vind ik ook zo vet. Dat ze voor een prikkie zo'n speler uit Tokio halen. Ja. En dat er dan geruchten waren dat PSV ook destijds 10, 15 miljoen wilde betalen. Ja. Ja, dat überhaupt al gewoon... Chelsea was ook nog in de markt voor hem. Ja, dit is het scoutingswerk. Ja, dit is Seth Vergozen. Maar het is wel een soort van alles leuk en aardig. Maar hij verdiende natuurlijk wel echt verschrikkelijk veel geld voor VVV-begrippen. Ja. Want hij had een buiten EU-salaris. Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus dat is wel wat dat betreft een gok. Maar, dat is een minnetje dan. Heel nou goed. Ja, hij verdiende ruim 4 ton. VVV hield er bijzondere transfers op na in die tijd wel. Zeker. Ook met die Nigerianen, met Uchebo en zo. Ja, weet je. Ik vond dat echt heel leuk. Wat jij niet zegt, is dat hij volgens Wikipedia momenteel bondscoach is van Cambodja onder 23. Dat komt nog. Ja. Aan het einde. Hij werd op een gegeven moment werd hij general manager van Cambodja. Ja. Tijdens zijn voetbalcarrière nog, hè? En general manager is een soort CEO-achtige rol. In Nederland ben je dan de hoofd van de KVB of zo. Maar goed, hij bemoeide zich ook heel erg met het eerste elftal, met de nationale ploeg van Cambodja. Dus uiteindelijk werd hij op de bank gezet tijdens Interlands en ging hij ook het team coachen. En Cambodja was altijd die kon er eigenlijk heel weinig van. En hij wilde echt het soort Guardiola-Peter Bos-achtig voetbal met Cambodja. En in 2022, dat was de kwalificatie voor het WK van 2022, ging niet helemaal goed. Ze hadden 1 punt uit 8 wedstrijden, 44 tegengoals. Maar ze echt als de brandweer naar voren, waar ze vroeger altijd Catenaccio speelde aan het einde. En hij is net weg. Hij is net weg in 2023 bij Cambodja. En hij heeft ze achtergelaten met het grootste succes ooit voor het land. Is namelijk 2 overwinningen in het Zuidoost-Azië kampioenschap. Dus de allerbeste prestatie ooit. Dus dat heeft uiteindelijk wel zijn vruchten afgeworpen. Waarom is hij dan nu weg? Iedereen is zelf... ik denk dat hij te veel nu... On to bigger and better things. Bigger and better things. Ja. 100 miljoen met Will Smith, je weet het niet. Maar succes, hij is 1 keer kampioen geworden in de Jupiler League. Ook speler van het jaar. Landskampioen in Rusland. 2 keer Russische bekers. 1 Russische supercup. Italiaanse supercup. Aziatisch kampioenschap voetbal met Japan. Speler van toernooi geworden. Landskampioen in Azerbeidzjan. En Japans voetballer van het jaar 1 keer. Plussen, hij lijkt overal te kunnen aarden. Hij heeft overal ter wereld gespeeld. Minnen, net als Seedorf, te veel met randzaken, investeringen, voetbalscholen, bondscoach soort van tijdens je voetbalcarrière als speler. Dat is bijna niet voorgekomen, denk ik. En rond 11 investeerder. Niet dus, posterboy? Ik vind hem ook wel als een vet uithangbord. Ja. Dat zou ook wel kunnen, ja. Nou, en wel gewoon ook voor de internationale aanblik van ons elftal. Ja, voor de merchandise. Ja, hebben we wel eens over Japan nagedacht. Ja. Ja, dat is een goed idee. Ja. Goed idee. Nou, in ieder geval, buiten voetbalkwaliteit ook echt een mooi verhaal. Een Japanner die in Venlo verdwaald raakt en daar alle pannen van dak speelt. En daarna een enorme carrière tegemoet gaat. Dit is ook weer periode dat wij er goed in zaten. 100% in de... Ja. 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 Je hebt van die websites, daar kan je audio input geven. En dan kan je dat in AI gestuurd. Dan kan je dit laten vertalen in allemaal talen. Zullen we deze aflevering dan in ieder geval wel gewoon in het Japans doen? Ja. Of in het Limburgs. Ja. En dan gaan we de grens over. Ja. Vind ik goed idee. Nou jongens, dat is mijn aanvallende middenvelder van het Eredivisie. Heel leuk. Dus mijn middenveld was Jakubu van Hanegem Honda. Ik vind dat wel een geinig. Ik vond dat wel geinig. Al zeg ik het zelf. Al zeg je het zelf. En maar één dooie. Volgens nog. Netjes. Ja. Volgens nog. Dankjewel. Wie is er volgende week met de aanvallende middenvelder, schade? Ja. Snijboon. Heb je een tipje van de sluier voor de luisteraar? Geef ons iets, Snijboon. Geef ons iets. Een trendsetter. Een echte trendsetter van glas. Oké. Heel goed. Maar nog niet raden, Tim. De kijkers, luisteraars, dankjewel voor het kijken. Hoop tot volgende week. Ga ik even een weekje over nadenken. Ja, ik ga ook even de trendsetter van glas. Ik ga ook een weekje over nadenken. Misschien dat Heerenveen shirt voor Tim aandoen volgende week. Wie weet. Hopelijk tot volgende week, kijkers, luisteraars. Dag.